We zijn hier bij het Vrijheidsmuseum in Groesbeek, waar ik heb afgesproken met Piet Timmermans. Dat is de voorzitter van het 4 en 5 mei comité. En met Wiel Lenders, en dat is de directeur van dit Vrijheidsmuseum. En ik ga nu naar binnen om met ze te praten. Goedendag, meneer Lenders, directeur van het Vrijheidsmuseum hier in Groesbeek. We vieren dit jaar 75 jaar vrijheid. Toen kwam corona de wereld in. Hoe is dat voor u als museumdirecteur geweest om te schakelen? Ja, u moet zich voorstellen dat wij er natuurlijk echt klaar voor waren dit jaar. Hè? Want in september 2019 was het nieuwe museum geopend. We stonden aan de vooravond van 75 jaar vrijheid om dat te herdenken en te vieren. En het hele bouwhuis stortte in elkaar medio maart 2020. Het museum ging 3 maanden dicht. En alles wat we ons hadden voorgenomen, dat verdween als sneeuw voor de zon. En hier komen we weer overheen en wij kijken weer naar 2021. Daar gloren nog geen bezoekersgroepen, nog geen tour operators, geen schoolklassen. Het zijn alleen maar individuele bezoekers. Maar ik weet zeker dat als het vaccin goed verspreid is en we komen er weer boven Jan, dat het museum weer vol zal lopen. Hoe is dat voor u geweest om dan toch te moeten omschakelen op het laatste moment eigenlijk? Ja, nou ja, weet je, dat vrijheidsbegrip is natuurlijk cruciaal. Dat staat centraal hier in het museum. En we hadden natuurlijk eigenlijk in Europa al 75 jaar een traditie dat elk land zijn eigen geschiedenis vertelt over de Tweede Wereldoorlog. Het eigen lijden, de eigen heroïek. En zelden dat er een land over de grens keek. De Britten, de Fransen, de Belgen, de Nederlanders, de Duitsers. Zelden dat we elkaars geschiedenis kenden. Daar hebben we hier werk van gemaakt. En we werkten al jarenlang samen met Duitse collega's, Amerikaanse collega's, Britten. Maar dat hebben we hier nog eens extra gedaan. Dus dat is ongelooflijk belangrijk dat je over die grens kijkt. We zullen natuurlijk een stukje door het museum lopen. Kunt u vast vertellen wat u daar mij gaat vertellen? Wat we daar tegen gaan? Ja, het is natuurlijk een grote snoepwinkel. Dus als ik jou daar doorheen leid, dan denk ik dat we nog wel een paar uur bezig zijn. Dus misschien is het goed om een paar momenten eruit te pikken waarvan wij zeggen, ja, dit voegt veel toe in het verhaal. Dit is nieuw. Ja, want daarvoor zijn we natuurlijk ook op aarde om de verborgen geschiedenis te laten zien. Niet datgene wat iedereen al kent. Laten we ook zien, maar vooral die nieuwe dingen. Nou, dit is zo'n onderwerp. Hier gaat het over vrouwenarbeid in de oorlogsindustrie. Dat gebeurde deels gedwongen, hè, in de fascistische staten. En in de westerse landen gebeurde dat op vrijwillige basis. En Rosie the Riveter was het symbool van de vrouwenarbeid in de oorlogsindustrie. Er werd dus een enorme propaganda gemaakt en reclame. Kom, help ons, want we moeten die oorlog winnen. Ja, wat je hier ziet is een museale karakterpop van een zwarte soldaat. Strookt eigenlijk niet zozeer met het beeld, hè, wat wij hebben van de Tweede Wereldoorlog. Meestal zijn het blanke soldaten. Toch was 10% van het Amerikaanse leger zwart. Goedendag, meneer Timmermans, voorzitter van het 4 en 5 mei comité. Hoe kijkt u over het algemeen terug op afgelopen jaar? Nou, ik ben eigenlijk ontzettend positief. Waarom? Wij zijn een comité van, nou, we hebben 12 leden. En de jongste die is midden 20 en de oudste is midden 80. Dus dat spant 60 jaren, zeg maar. Dus de oudste lid die heeft de Jodenvervolging in Polen meegemaakt. En de jongste is geboren in 1995. Nou. En in 1919 en 1920 was het ook bijzonder om vanwege het 75-jarige bevrijding. Dat er in de particuliere sfeer veel bereidheid was om aanvullend geld ter beschikking te stellen. Om de activiteiten zoals wij ze dan konden organiseren, om daar iets extra's in te betekenen. Ondanks dat het publiek niet bereikt is en activiteiten niet uitgevoerd zijn, over de bereidheid die we overal gevonden hebben om bevrijding en herdenking vorm te geven in Nijmegen. En als er niks tussen was gekomen, hadden we minimaal 15.000 mensen in live betrokken bij enige vorm van herdenking of bevrijding. Hoe stond het allemaal gepland in eerste instantie? We hadden in 2020 hadden we een hele reeks activiteiten gepland. Terwijl we in 2019 vooral de Nijmeegse focus hadden, was in 2020
de focus erop om jonge mensen te bereiken met onze activiteiten of mensen die lesgeven aan jonge mensen. En op 10 maart hadden we nog gebeld met GGD of dat nog haalbaar was, want we hadden 130 aanmeldingen al, heel royaal, kon net hier. Maar op 2 dagen later, toen was al duidelijk dat er gewoon een hele sterke lockdown zou komen voor heel Nederland. Toen hebben we het in de loop van de dag afgeblazen en zoveel mogelijk mensen proberen te bereiken.